Deze podcast is ontworpen door en voor Olympiërs en biedt waardevolle inzichten voor iedereen die gepassioneerd is door sport. Vergeet je zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle inzichten en in de volgende afleveringen en misschien ook wel een paar behind the scenes. Welkom bij Olympic Minds on Road. Goedendag allemaal en welkom op de eerste podcast over de mentale gezondheid en welzijn van de olympische atleten. We herinneren ons allemaal de Olympische Spelen van Tokio, ook wel de mentale spelen genoemd. Mensen denken misschien spontaan aan het verhaal van Simone Biles of de beelden van Nafitiam na het behalen van haar medaille. Tijdens de spelen kwam het onderwerp van de mentale gezondheid meer naar voren dan ooit tevoren. Dat heeft veel meer bewustzijn rondom het onderwerp gecreëerd. Het IOC heeft ook de mentale gezondheid als prioriteit gesteld. Maar deze media-aandacht lijkt zich vooral te richten op de negatieve verhalen, de strijd en de ineenstortingen. Men zou de indruk kunnen krijgen dat topsport echt slecht is voor de mentale gezondheid en het welzijn van atleten. En dat is natuurlijk niet de boodschap die deze atleten proberen over te brengen. Uiteindelijk is de Olympische Spelen een viering van dromen, inspiratie en passie die mensen van over de hele wereld samenbrengt. Als we daarover nadenken is het misschien weer Simone Biles die ons de weg wijst. Na de moeilijke tijden zich terugtrekken en haar strijd te delen kwam ze terug op het grootste podium, schijnend als nooit tevoren hier in België op de wereldkampioenschappen gymnastiek. Gezien het belang van deze verhalen zijn we verheugd de mogelijkheid te hebben om in te gaan op alles wat er te zeggen valt en te delen valt over mentale gezondheid en welzijn. We zullen ingaan op wat de wetenschap ons vertelt, wat experts weten, maar vooral hoe atleten en coaches ermee omgaan en welke, welke verhalen ze ons te vertellen hebben. En ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik heb dan ook drie fantastische gasten mee vandaag. Twee atleten en één expert. Niels van Zandwegen, welkom. Hallo. Niels, jij bent, ik zou even jouw palmarès opzommen, jij bent een roeier. Um, jij bent wereldkampioen geworden in de onder-23. Je hebt heel wat bronzen medailles behaald. Eentje uh, op het WK en drie op EK's. En dan heb je ook een hele mooie plaats, een vijfde plaats op de Spelen van Tokio behaald. Ja. Iets wat jij nu al zegt van... Mm. Uh, ja, <laughs> dat is wel iets waar ik het redelijk lastig mee had heb. Ja? Uh, nadien, omdat we zijn wel naar daar gegaan om een medaille te winnen eigenlijk. Um, en goh, de omstandigheden ter plaatse waren niet zo ver. En dat is iets waar ik heel moeilijk mee om kan gaan, als het zo niet eerlijk is. Als ik geklopt word op mijn waarde, heb ik daar echt geen enkel probleem mee. Uh, want dan waren ze gewoon beter. Maar als je zo het gevoel hebt dat er meer is zat, zeker toen. Uh, also, dat is het moment dat het moest gaan gebeuren, dan. dat was ook het einde van het project samen met Tim, mijn dubbelpartner van toen. Uh, en dan wou je echt zo nog een keer tonen wat er al die jaren hebben getoond ervoor. En dat is dan niet gelukt en ja, daar heb ik toch wel nog nagometeres over had en dergelijke, uh, maar dan kunnen we daar straks misschien uh -huh. een Zeker beetje meer over verder praten. Zeker, en ja. vast. Uh, ja, ja links van jou, Loïc Luyperds. Uh, Loïc is net als mij een hokker van de Belgische nationale hockeyploeg, de Red Lines. Welkom, Loïc. Dank je, Nicolas. Uh, ja, je hebt ook wel een zeer mooie panarist, moet ik zeggen. Dank je. Uh, vijf EK-medailles, waarvan één keer goud. Twee WK-medailles, goud en zilver. En dan ja, de kerst op de taart, Olympisch goud in Tokio. Uh, na ja, Olympisch zilver in, in Rio, waar jullie het, het iets moeilijker hadden denk ik na de finale. Zelf als Gijt zegt, uh, geeft mij nog kippenvel. Uh, dat blijft ook wel speciaal om, om dat te horen. Als iemand zegt dat je Olympisch kampioen bent. Uh, het, is, het is een beetje een irrealistische droom uh, geweest aan, aan het begin van onze carrière. Maar het is... Uh, Ah, het is prachtig omdat we het hebben meegemaakt met die groep die daarvoor uh, goud eigenlijk verloren had in, uh, in 2016. Dus uh, ja, we hebben een mooi traject samen doorgemaakt. Ja, zeker vast. Zeker, vast. Ja, we zijn hier natuurlijk niet alleen maar om over palmarissen te praten. Uh, we zijn hier ook over mentaal welzijn en mentaal uh, wellbeing te praten. Ja, Jolan, jij bent de expert van vandaag. Uh, Jolan Kegelaars, welkom. Dank u. Uh, expert Klink, klinkt nogal zwaar. Uh, ik ben, ik ben uh, sportpsycholoog en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, uh, waar ik vooral onderzoek doe naar mentale gezondheid in sport. Dus ik zal een klein beetje proberen de verhalen die we vandaag horen te kaderen vanuit een, een wetenschappelijk perspectief. En daarnaast ben ik nog uh, een stukje um, assistent-professor gezondheidspsychologie en werk ook nog een klein deeltje in de praktijk als uh, prestatiepsycholoog bij de Vlaamse judo federatie Oké, okay, ja. welkom, Johan. Um, ja, Louik, als we praten over mentale gezondheid, mentaal welzijn, wat ja, betekenen die termen voor jou als atleet? Goh, het, iets waar ik meteen aan denk is, is uh, balans. Um, heb, wij als atleten hebben natuurlijk een beetje een dubbel leven. Je bent aan de ene kant super ambitieus uh, in je sportcarrière. En, je moet je daarnaast ontwikkelen als mens, als, 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 als vriend, als partner, als, als wat even andere rol dat je, dat je ook hebt. En ik, ik vind de balans tussen die twee levens, vind, ik, vind ik een heel boeiend onderwerp om over na te denken. En, en eentje dat ik ook wel door de jaren heen heb geleerd om, om, om mee om te gaan. Soms is, is het, ligt het zwaargewicht aan de ene kant en dan weer aan, aan de andere kant, maar om altijd of de illusie van altijd voor een. Voor de hoogste mogelijke prestatie te leven is, is ja, dan, dan gaat het van korte duur zijn. Als je een lange carrière wilt hebben, is, is, vind ik die balans en, en de samenhang daarvan uh, ja, wel superbelangrijk. En, en dan, als je over mentale gezondheid spreekt, dan denk ik dat die balans bij mij toch alleszins altijd uh, op één heeft gestaan om, uh, om te vermijden om uh, ja, naar de negatieve kant van, uh, van de mentale gezondheid te gaan. Niels, hoe zie jij dat? Ja, als ik daar ja, verder op moet inpikken dan, um, bij mij was de balans vroeger heel veel naar de ene kant, zoals like je zei. En dat is iets dat ik doorheen de jaren wat geleerd heb om zo wat meer de balans te, te vinden. Want vroeger was het all in voor het roeien en alleen maar roeien. En ik moet altijd de beste zijn en dan moet al de rest maar op nummer twee komen. Terwijl zeker sinds Tokio heb ik toch wel echt zo de balans gevonden om zo toch dat sociaal leven en de mensen die je graag ziet tijd te geven... zonder daar eigenlijk kwaliteit voor in te boeten uh, op trainingsvlak. En ik moet wel zeggen dat dat gewoon veel meer genot heeft over de hele lijn... en dat ik gewoon veel meer zen ben de hele tijd. Uh, het is veel minder intens. Allee, er zijn altijd periodes waar dat heel intens is... want dan probeer ik dat te beperken tot trainingsstages of zo. Maar dan als ik thuis ben probeer ik wel tijd te maken voor vrienden, voor familie... gewoon omdat dat mij... Energie heeft. Allee, je gaat altijd mensen hebben waar dat heel veel energie kost en dat je training er dan onder gaat leiden, maar bij mij is dat omgekeerd. Als ik tijd kan doorbrengen met mijn vriendin of met mijn ouders of whatever, of met mijn hond zelf thuis, allee, dat gaat misschien een uur of twee uur van mijn dag kosten. En dan kun je wel zeggen, je hebt niet gerust, waardoor je dan een slechte atleet zou kunnen zijn, maar eigenlijk geeft mij dat veel meer energie dan hetgene dat ik erin moest steken. En ja, op het lange duur dan is dat veel gezonder. Ja, jullie gaan wel alle twee al vrij lang mee in de topsportwereld. Hebben jullie ook veranderingen gezien in de termen van mentaal welzijn? Goh, ja, ik denk dat het over de jaren heen wel duidelijk is geworden dat het meer bespreekbaar is geworden. Uh, ik denk dat met ons in het team daar ook wel meer open over gecommuniceerd wordt als iemand even door een moeilijke periode gaat of dat er iets is dat Extra sportief, um, impact heeft op je trainingsschema, op je uh, prestaties eventueel. Dat zijn is, is echt uh, extremere. Maar zelfs kleine problemen worden gewoon opener besproken, je zult wel weten, binnen ons team. En, en dat, wordt, dat wordt dan ook gewoon intern gehouden. Uh, waardoor dat mensen in een veilige, het gevoel hebben dat ze in een veilige omgeving zitten. En dus ook kunnen, kunnen gaan zeggen wat ze voelen, wat ze denken, waar dat ze staan. En, en dat was misschien. Um, Tien, twaalf jaar geleden, uh, ondenkbaar. Mm -hmm. Is dat bij jullie ook zo? Dat dat... Ja, naarmate de tijd toch wel gemakkelijker is om erover te praten? Ja, uh, met Tim was dat eigenlijk heel gemakkelijk. In het begin was dat heel moeilijk, omdat Tim en ik waren heel uiteenliggende personen En dat is een heel klein team. Dus ik zit in de dubbel twee. Dus je bent maar met twee mensen en dan één trainer. En je bent heel vaak weg met alleen maar die drie mensen. En doordat wij zo uiteenliggende karakters waren, was dat... Allee, je ligt altijd op de kamer met elkaar. En soms stop je gewoon met praten. En ja, sinds dat we dan in 2018 beginnen samenwerken met een mental coach. En dan hebben we elkaar daar eigenlijk in gevonden. En zelfs nu dat Tim en ik niet meer samenroeien, zijn we er meer voor elkaar dan toen we eigenlijk altijd op de kamer lagen. Um, en allee, ik probeer dat nu ook te doen met, met mijn nieuwe ploeggenoot met Thibault, is dat wel. Je moet altijd blijven praten. Allee, Thibaut is ook iemand die heel gesloten is en heel introvert en ik ben dan heel tegenovergestelde. Ik begrijp dat dat voor die mensen niet altijd makkelijk is. Want als ik me slecht voel, dan zeg ik gewoon... Ja, het was een slechte training, of ik voel me niet goed, of si of la. En soms moet je daar een beetje meer aan trekken als extravert... om dat eruit te krijgen. Maar een keer als het gezegd is, is, voel je wel dat zo... de flow terug veel beter op zijn plaats komt. Ja, zijn er in het verleden, of misschien nu, zijn er... Topatleten of misschien mensen in jullie entourage die, die ooit ja, echt geïnspireerd hebben om, om ja, hierin te excelleren? Oh, in de inleiding heb je Simone Biles uh, vernoemd. Dat was natuurlijk. Um, je hebt het grote podium en uh, met heel veel media bij. Maar ik vind altijd dat uh, in de sporten de, de kleinere of de, de minder uitvergrote uh, situaties het, het, het echt interessant maken. En dat is gewoon. Ja, die komen misschien niet altijd per se in de media of zijn geen gekende verhalen, maar als je met topsporters praat, zowel in België als in andere landen, dan iedereen gaat wel door een, een moment van... Uh, van en, en het is geen zwakte, maar een moment waar dat je je als atleet niet goed voelt of je zelf op zoek naar je weg of je, er is iets gebeurd in je leven waardoor dat er de prestatie gewoon gedurende een, een beperkte tijd of iets langere tijd van mindere doen is. en ja, Dat is, dat is gewoon hoe dat het topsportleven in elkaar zit. En het is niet zozeer... Of dat dat gebeurt, het is eerder hoe, hoe gaat je daarmee mee om. Geef je jezelf tijd om daar um, langer uh, van, van terug te komen. Um, probeer de, die een tijd zo kort mogelijk te maken. Het is, het is soms gewoon een beetje daarin meegaan en, en ja, je weg daarin te gaan vinden. En misschien is de theorie uh, totaal anders, maar dat is mijn ervaring um, van de afgelopen jaren. Uh. Ja. ja, want ja, hoe, hoe kunnen we dat vanuit een wetenschappelijk ja, oogpunt allemaal bekijken? Ik heb al een aantal heel interessante punten gehoord. Als we puur wetenschappelijk zouden kijken naar wat is eigenlijk mentale gezondheid is, zien we dat zelfs binnen de wetenschap eigenlijk heel veel verschillende definities, conceptualisaties bestaan rond, rond mentale gezondheid. Dus het is niet altijd makkelijk om dat duidelijk te definiëren of af te baken van dit is nu wat we over spreken bij mentale gezondheid. Maar wat we nu wel zien, is dat we eigenlijk over twee grote, laten we zeggen, dimensies kunnen spreken wanneer we het hebben over, over mentale gezondheid. En langs de ene kant hebben we wat we zouden kunnen noemen de medische dimensie. Uh, de dimensie van klinische stoornissen uh, zijn echt ja, mentale stoornissen die we kunnen gaan diagnosticeren, uh, waar dat heel uh, manuals voor bestaan met, met duidelijk afgebakende symptomen, criteria, om, om te, te zien of iemand die stoornis heeft, ja of nee. Dan spreken we over depressie, angststoornissen, in sport ook heel relevant, eetstoornissen. En dat is eigenlijk lange tijd het, het dominante model geweest. Uh, maar nu zien we dat meer en meer ook gekeken wordt naar een positieve kant van de mentale gezondheid. Mentale gezondheid is niet enkel de afwezigheid van die symptomen of die stoornissen. Het is ook ja, kunnen, in het Engels is er een mooi woord. Hè, flourishing kunnen, kunnen floreren, kunnen openbloeien in het leven. En als ik een aantal van de verhalen hier hoor, dan, dan gaat het vaak ook wel daarover. Um, eh, inderdaad, soms, soms heb je periodes waar dat het niet altijd goed gaat. En, en dat is ook normaal, dat is oké. Okay, en dat wil niet per se zeggen dat er een, een klinische stoornis aanwezig is. Uh, maar dat is deel van ja, de normale fluctuatie uh, in, in ons welzijn die we allemaal ervaren. En als we dan horen van zaken zoals ja, het balans vinden, zien we ook wel dat dat daar een heel belangrijke factor in is. Uh, die balans tussen levensdomeinen, dat sociale aspect, dat daar een heel belangrijke rol in, in kan spelen. Um, die doelen kunnen hebben op verschillende domeinen, niet enkel sport. Dus niet enkel die heel nauwe identiteit binnen de sport. Dat is eigenlijk allemaal wat we nu zien, dat meer en meer ook, ook aan bod komt. Uh, de positieve kant van, van mentale gezondheid. Ja. ja, we hebben het over mentale gezondheid. Er is ook mentaal welzijn. Om het even duidelijk te maken, wat is eigenlijk het verschil tussen de twee? Want dat is voor mij zeer onduidelijk. <laughs> dat is een zeer goede, zeer relevante en pertinente vraag. Um, hoe dat ik het vaak zie, is mentale gezondheid is dan, laten we zeggen, het, het overkoepelende concept. En binnen mentale gezondheid, de complete toestand van mentale gezondheid, zitten dan die twee dimensies. De ene kant, de. De, de medische component, de, de mentale stoornissen en anderzijds die welzijnscomponent. En die welzijnscomponent verwijst voor mij naar de positieve kant van mentale gezondheid. En, en vaak gaan we dat dan nog gaan onderscheiden in emotioneel psychologisch en sociaal welzijn. Wilde eigenlijk simpelweg zeggen emotioneel welzijn, eigenlijk de positieve emoties die we ervaren in het leven. Zijn we eigenlijk tevreden met het leven dat we, dat we op dit moment leiden? Psychologisch welzijn is meer um, hebben we een, een betekenisvol leven. Kunnen we doelen nastreven die voor ons persoonlijk betekenisvol zijn? Hebben we hebben een gevoel van autonomie? Hebben we een gevoel dat we, dat we ook competent zijn in, in wat dat we doen? En dan hebben we de sociale component. Hebben we mensen rondom ons die, die ons graag zien, die ons steunen, die, die, waar wij terug affectie kunnen teruggeven? Maar bijvoorbeeld ook, kan je het breder gaan kijken, hebben we een bepaalde maatschappij zou je kunnen zeggen waar dat we deel van uitmaken en waar dat wij ook het gevoel hebben dat we, dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan die maatschappij. Dus dat is, dat is het, het onderscheid tussen welzijn, zeg maar de positieve component, de positieve dimensie van het bredere concept mentale gezondheid. Ja, ja de feiten zijn het er net al, het is veel toegankelijker geworden om te praten over mentaal welzijn als het goed gaat of als het slechter gaat. Um, misschien nog altijd niet genoeg, um, maar is er een evolutie ook geweest? in het begrip ervan, was het vroeger iets helemaal anders dan wat we vandaag denken? Ik weet niet of het iets helemaal anders is, maar het is wel inderdaad, als je kijkt die verschillende dimensies, vroeger was het echt het medisch model mentale stoornissen mentale gezondheid als de afwezigheid van depressie angstklachten, noem maar op en nu zien we inderdaad dat die evolutie er veel meer is, um, ook vanuit wat we dan noemen de positieve psychologie. Laten we niet enkel kijken naar wat dat slecht gaat, maar ook wat dat, wat dat mensen eigenlijk positief laat functioneren in hun leven. Dus we zien meer, veel meer uh, focus ook op die, die positieve kant. Dat is zeker wel een evolutie die, die aanwezig is. Ja. Ja, kunnen we ons nog iets meer vertellen over die positieve mentale gezondheid? Hoe kunnen we dat, echt, hoe kunnen we dat benaderen? Er zijn natuurlijk heel, heel veel manieren dat we, daaraan, dat we daaraan kunnen werken. Ik denk, een heel belangrijk en het is er net ook al een stukje gezegd geweest, is ten eerste beginnen met normaliseren. Het feit dat we allemaal beseffen dat we door, door die, die pieken en dalen gaan, dat we door die fluctuaties gaan, dus... Gewoon al daar besef van hebben, dat kunnen normaliseren, dat bespreekbaar kunnen maken, is waarschijnlijk een heel belangrijke component. Dan kunnen we natuurlijk ook gaan zien, kunnen we bepaalde vaardigheden, bepaalde competenties gaan aanleren aan, aan atleten, om, om daar op een goede manier mee om te gaan, op het moment dat ze misschien zich misschien net iets minder voelen. Dus, dus een stukje, kunnen we zeggen, de verantwoordelijkheid bij de atleet leggen, de atleet een aantal competenties aanleren om, om zichzelf te gaan managen. Een ander heel belangrijk aspect is dan de omgeving sociale steun vanuit de omgeving. Kunnen we contexten, kunnen we omgevingen creëren uh, die eigenlijk onze atleten gaan steunen? En op het moment dat ze het misschien moeilijk hebben, dat ze zich niet goed voelen, uh, merken ze dan ze, dat ze een netwerk rond hun, rondom hen hebben om, om ja, zich daarin gesteund te voelen. Ja, ja dus je zei het er net al, um, ik probeer meer zo die, laat we zeggen, die, die work-life balance, dan hey, als ik thuiskom, familie, vrienden, af en toe met mijn hond. zijn er andere dingen die u positief kunnen beïnvloeden? Goh, uh, mooi weer. <laughs> We moeten verhuizen, uh, hè? Yeah. Uh, goh, nee. Bewegen. Uh, echt gewoon dingen doen die niet roeiend zijn. Eigenlijk um, uh, een wandeling doen door bruggen. Uh, omdat bij vergeten in mijn inleiding dat ik een trotse brugger ben. Excuseer. trots uh, trotse Ja. <laughs> nee, ja, ik woon in het hart van de stad. Uh, en dat is iets dat mij echt enorm tot rust kan brengen. En dat is gewoon s'avonds. Overdag is Brugge echt een hekkenhuis. Dat loopt er vol toeristen op straat, op de stoep, overal. Maar als we rond een uur of zes, zeven, dan gaan al die toeristen precies naar bed. Um, en om dan een wandeling te gaan doen door Brugge. Allee, ik heb die wandeling nu echt al honderd keer gedaan. Maar dat blijft zoiets van. Ja, dat brengt mij tot rust. En dat is. Maar ja, dat is hier mooi. En ja, ik kan er enorm van genieten. Al is dat alleen, al is dat met mijn vriendin, al is dat met mijn zus of met mijn ouders. Dat maakt niet uit, maar zo, ja, zo van die kleine dingen zo, gewoon een keer buiten komen, zo, och, de zon schijnt, allee, van die heel stomme dingen, maar dat brengt mij wel enorm tot rust en ik kan er enorm van genieten uh, en dat heeft niks met roeien te maken en dat is ook niet echt iets heel speciaals, maar ja, toch, dat, dat doet heel veel voor mij. Heb jij ook uh, veste wendelshoedjes, Loïc? -like? Ja, ik ja, lachen, Je ga echt lachen, maar... Um dat komt door mijn vriendin. Die is zelf beginnen met zo te wandelen. En omdat die eigenlijk. die werkt een normale job. Dus geen topsporter. Zit gewoon achter een bureau. En die zegt altijd. Ik ben niet buiten geweest. Dus ik ga wandelen. En al een tijd. Ik zeg. Oké, okay, bon, ik zit hier nu alleen thuis. Ik ga mee. En, en ik moet zeggen dat dat echt iets is dat. doordat je dat begint te doen. je begint... Um heel mindful, dat is weer misschien een, een, een populaire term, maar je begint echt mindful te zijn. Je bent gewoon in het moment, je aan het wandelen, wat je zegt, je ziet zonnestralen en je denkt ja, maar het is echt wel lekker weer vandaag, want dat is heel zeldzaam in België. Um, maar dat zijn wel die momenten waar dat je even kunt reflecteren op wat je, wat je doet, op wat je, waar je mee bezig bent en, en, en uh, je praat over normaliseren, waar dat je ook een context kunt vinden voor de situatie waar dat je zelf in zit. En um, we zijn allebei of alle drie onderweg naar, naar het, de Spelen. En een van de dingen die de Spelen met je doen is elke emotie wordt, wordt tien of twintig keer groter. Uh, je kunt heel blij worden, het stress wordt uh, tien, twintig keer groter. Um, de selectieprocedure is uh, x aantal keer moeilijker. Um, en dat zijn allemaal dingen die de Olympische Spelen zo speciaal maken. Maar in zo'n jaar daar naartoe is het wel belangrijk om jezelf te blijven en, en gewoon te zijn wie je in ja, je, je moet misschien harder trainen of je wilt misschien harder trainen, maar het, het, als je kunt van de Olympische Spelen een normaal toernooi maken, één van de vele, dan ben ik echt van overtuigd dat je daar kunt presteren. Als je daar gaat opblazen, je maakt, het groter, of je maakt het event groter dan het eigenlijk is, het is gewoon een wedstrijd tegen je concurrenten, zoals dat je op een WK hebt, zoals dat je in een ander toernooi hebt, ja, dan geloof ik er zo hard in dat je als team of als individu uh, ja, gewoon een topprestatie kunt leveren. En uiteindelijk kun je, voor mij is het doel altijd je hoogste potentie of je highest potential op de speler bereiken. Maar dat is het dan ook. Als dat genoeg is om te winnen, dan is dat fantastisch en dan heb je echt een, een, een droom bereikt. Maar als dat niet genoeg is, dan moet je daar ook mee kunnen leren leven. En dan moet je ook zeggen, oké, okay, ik heb nog steeds mijn hoogste... Um, niveau bereikt. En, ik, ik weet niet, in die Het is echt grappig dat je dat vernoemt, maar ik, ik, in die wandelingen kunnen Dat zorgt voor context. En die context uh, ja, in topsport is wel, is wel heel belangrijk. Ja, de Spelen zijn wel binnenkort al. We moeten gewoon eerlijk zijn, dat gaat er heel snel zijn. Ja. Um, in welke mentale staat zijn jullie hier vandaag? Oh, is dat is een moeilijke uh, vraag. moet er niet op antwoorden. Nee, ja, mentaal staat. Ik, voor mij is de, het, zijn, het... zullen mijn laatste spelen zijn. Um, en ik heb zo het gevoel van, oké, okay, um, het is nog één keer alles uit de kersttaal. Nog, nog vijf, zes maanden nu uh, vol trainen en daar, daar alles voor, uh, voor opzij zitten. En, ja, ik zit echt in een good place. Ik, ik, ik ben ook echt blij dat ik ga stoppen. Um, omdat ik zin heb in andere dingen in het leven. Dat is dan weer die balans waar we het in het begin over hadden. Maar ik ja, voor mij is het echt... Parijs moet gewoon één grote... Ja, ik kan er enorm genieten en ik, ik hoop dat we als team goed genoeg zijn om, uh, om nog eens goud te halen. Maar als een ander team beter is dan ons, dan ben ik ook echt bereid om de hand te schudden en te zeggen ja, we waren niet goed genoeg. Um, als het dat is, dan, ja, dan ben ik daar ook fijn mee eigenlijk. Ja, Niels, ik ga je straks dezelfde vraag stellen, maar um, Jolan, ik wil je iets vragen. Ja, Loïc heeft dus onlangs uh, aangekondigd dat hij gaat stoppen met de nationale ploeg na de Spelen. Het wordt zijn laatste toernooi. Is dat belangrijk voor een atleet om ja, vrede te hebben met een bepaalde beslissing en niet in het ongewisse te laten? Ja, ik denk dat dat enorm cruciaal is. Uh, en opnieuw, als we het dan naar, naar de wetenschap trekken, dan zien we uh, verschillende risicofactoren, laten we zeggen, voor, voor uh, mentale gezondheidsproblemen. Eén van de grootste risicofactoren die we zien is de einde van de carrière. En met name wanneer dat die einde van de carrière niet echt voorbereid is. Ja, wanneer dat ze bijvoorbeeld moeten stoppen door een blessure of door misschien niet meer geselecteerd te worden uh, of, of door andere omstandigheden. En een andere factor daarin is ook ja, niet echt een, een back-up plan hebben of, of ja, volledig nog willen gaan voor die sport. En eigenlijk niet klaar zijn uh, met de sport. Dus als ik dan hoorde, je zegt dat van oké. Okay, ik heb er vrede mee en, en ik kijk er eigenlijk naar uit, naar wat erna komt. Ik denk dat dat een heel gezonde factor is. Euh, ja, omdat het een stukje dat, dat risico van eind carrière wegneemt. En hoe zullen jullie ja, als entourage van atleten, dat, dat um, ja, een sporter zoals Loïc denkt van oké, okay, dit, dit is mijn laatste toernooi, ik ga ervoor, niks te verliezen. Hè? En dat is super positief. Je hebt waarschijnlijk andere atleten die gaan denken van hm, als ik mij nu blesseer, dan, dan is mijn carrière gedaan. Dat uh, is mijn laatste kans om iets te presteren. Hoe zorg je ervoor ja, dat de atleet aan de positieve kant denkt en ja. niet aan die negatieve ja. kant? Ja. Dat, is, dat is natuurlijk een grote uitdaging. En je zou kunnen zeggen dat dat, dat proces plaatst zich net voor, voor een grote nooi, voor de spelen. En kun je inderdaad gesprekken hebben over, over wat betekent dit nu eigenlijk voor jou? En, en een, een stukje ja, die, die gedachten gaan. Um, daarna gaan pijlen en zien van... zitten er misschien iets minder adaptieve gedachten aan? Zijn, zijn die aanwezig en kunnen we daar een gesprek rond hebben? Voor mij begint dat eigenlijk ook... Uh, veel langer daarvoor. Um, en uiteraard... Loïc heeft bij ons aan de VUB gestudeerd. Um, het is nu niet omdat dat de VUB was ofzo, maar ik denk dat dat ook heel gezond is... Voor, voor, een, voor een sporter om bijvoorbeeld te studeren... of andere activiteiten erna te hebben. Eigenlijk omdat daar een stukje bredere identiteit... gaat ontwikkelen, andere interesses... gaat, gaat aanwakkeren, um, zodat hij ook voor zichzelf andere opties heeft na het einde van die carrière. Dus het is niet enkel maar op het einde net voor het toernooi. Ik denk dat er vaak een proces van maanden en, en jaren en jaren aan vooraf gaat um, om ze eigenlijk op die plek te krijgen. Waar ze het idee van, oké, okay, het is mooi geweest en als het, als het morgen stopt, dan, dan is het ook zo. Mm -hmm. ja. Ja. ja, Niels, het is een beetje dezelfde vraag. Ja. Hoe, hoe sta je hier vandaag in... Hoe denk jij dat je proces gaat zijn naar mentale staat toe, naar de ja. spelen? Uh, goh, vandaag eigenlijk, zeer goed. Zeg uh, dus mee... aan wandelen deze morgens? Nee, nee, nee. We <laughs> zijn met de fiets naar hier gekomen en met de trein. Dus dat uh, so al mijn vriendinnen gezien, Dus allee, dat is al direct een positieve start. Maar uh, nee, uh, heel goed. Wij moeten ons wel nog plaatsen in april. Dus uh, allee, ik weet dat dat een heel spannend moment wordt. Uh, maar ik weet ook dat er, als het daar niet lukt, dat er nog een kans is in mei. Maar ik ben heel realistisch en ik weet dat, dat daar wel kan lukken. Uh, we hebben na, na het WK in september, wat dat eigenlijk. We hebben daar goed gepresteerd, maar als team zijn we daar een beetje door de man te vallen. Ter, over heel de breedte. En ik heb toen heel veel energie gestoken in het beter maken van de entourage, van alles. Uh, en dat is gelukt. En dat geeft mij heel veel vertrouwen. En we zitten eigenlijk terug met hetzelfde team van voor Tokio rond ons. En ik dat geeft mij enorm veel vertrouwen, want het zijn allemaal heel slimme mensen, die zijn allemaal heel competent. En dat is heel leuk om mee samen te werken, er is al gesproken geweest over autonomie. En ik kan ook zeggen van, ik vind dat ik dit nodig heb. En dat gaat iemand die veel slimmer is dan mij, dat er heel zijn leven voor gestudeerd heeft, ga mij dan zeggen van, je hebt ofwel gelijk, ofwel niet. En hij gaat me een heel duidelijke uitleg geven, of zij, en ik ga me daar kunnen schikken. En dat is iets dat ik de afgelopen twee jaar wel gemist heb. En dat had me enorm veel stress en druk. En nu heb ik dat niet meer. En ik voel me daar echt al heel goed bij. En ik kijk uit naar de wedstrijden die gaan komen. En ik zit niet meer te vragen van, ga oh, ik wel klaar liggen aan de start? En ik heb het gevoel dat momenteel als atleet het beste uit mij gehaald wordt. Dus ik krijg de kans om zo hard te trainen als ik vind dat nodig is. En er is niemand die gaat zeggen, oh je bent dom bezig of whatever. Want ik kan een vraag stellen en ik krijg ook een duidelijk antwoord. En dat geeft me enorm veel vertrouwen naar ten eerste die selectie. Maar ten tweede ook naar Parijs toe, omdat ik weet dat daar wat goed komt. Ja, entourage is natuurlijk heel belangrijk. Um, is dat moeilijk om, als gevoel, dat je entourage misschien niet 100% de juiste keuze is voor jou, om dat proces aan te gaan om toch te veranderen? Ik vind dat we heel veel geluk hebben in België, dat we kunnen praten met de mensen met Team België, met Sport Vlaanderen. Eigenlijk. Want om dat tegen de trainer zelf te zijn, dat zijn vaak mensen die. Ja, ze zijn al wat leeftijd, ze hebben een bepaalde gedachtegang, die gaan niet meer veranderen. Mm -hmm. En als je dan naar iemand kan gaan bij Sport Vlaanderen, die eigenlijk leidingsgevend is, en daar wel de beslissingen kan maken, dat geeft wel een gevoel van ja, weer al die autonomie en, en het feit dat er een luisterend oor is voor ja. de atleten ook. Uh, ja. Is die omkadering verbeterd de afgelopen jaren? Vanuit het BOIC vanuit het team? Ja, ik vind dat wel eigenlijk, ja. Allee, ik ken daar nog nooit problemen. probleem mee gehad. In het begin was dat zo bij de troeien, zo, ja, je moet oppassen met wat hij zegt, hij Sport Vlaanderen. Maar ik heb dat gevoel nooit gehad van in het begin niet. Uh, ik ben in 2016 bij de elites gekomen en ik heb van in het begin eigenlijk het gevoel gehad dat, dat er mensen waren waar je mee kon babbelen. Um, die mensen zijn ook altijd zelf naar ons toegekomen. En dan is er bijvoorbeeld Tom Koekelberg, die was dan eerst bij Team Belgium en dan ben je daarmee begint praten, omdat hij was dan. de... De verantwoordelijke en die is dan naar Sport Vlaanderen gegaan. Maar dat geeft wel het gevoel, allez, hetzelfde met de Bob Maasen bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die ik al jaren ken, ook van voordien. En dat geeft natuurlijk wel, dat maakt het natuurlijk al heel veel gemakkelijker om met die mensen te kunnen gaan praten, ook eh, omdat je die al veel langer kent. Ja, dat maakt de drempel veel lager. Oké. Okay. Ja, Loïc, jullie hebben de afgelopen jaren vrij veel of misschien wel alles gewonnen. De jaar ervoor was het wel moeilijker. Um, ja, hoe, hoe wordt de sfeer dan anders ten opzichte van de jaren die, die jullie wel dingen winnen is dat heel anders? En, en persoonlijk is dat ook anders of hoe ga oh, je ik, daarmee om? <coughs> um, ik denk dat, dat je daar een verschil moet maken tussen teamsport en, en individueel sport. Um, ik zal de Teamsport gedeelte daarover vertellen. Ik denk dat, dat wij als team. Ja, ...naar elkaar toe zijn gegroeid. Um, ik heb dat proces zelf meegemaakt. Op een, op een gegeven moment... Um, ...kreeg hockey meer aandacht. En, en heel kort door een bocht gezegd... Uh, ...als individu kregen we ook meer aandacht. En het was een beetje een, een, een witloop... ...om wie er op kop ging lopen. En, en dat is in 2015 uh, radicaal uh, veranderd toen de Shane erbij kwam en, en een beetje de principes van uh, de All Blacks heeft toegepast op ons Shane, team. Shane McLeod, jullie Shane coach. McLeod ja. uh, de bondscoach. En die, die heeft gezegd, ja zie jongens, ik kan wel met uh, 16 uh, individuele, individuele spelers naar de Spelen gaan, maar als jullie geen team vormen en het team niet op één zitten, dan gaat het niet werken. En, en dat was bij ons, en, en dan mocht de vraag aan elke speler in de groep, um, dat was het, het omslagpunt. Uh, het moment dat wij dat als groep hebben begrepen, dat wij daarmee aan de slag zijn gegaan, dat wij dat hebben uitgewerkt, dat wij tot in de details daarmee bezig zijn geweest. Um, tot vervelend toe in uh, meetingzalen hebben gezeten. En eigenlijk de grootste stap als team naast het veld hebben gezet. Um, hockey konden we altijd, um, maar we hadden wel al zes finales op rij verloren. Um, en dan zijn we vertrokken naar. Um, na, na het verliezen van de speler, dat was in de zesde finale, naar het uh, WK in 2018, en toen kwam uh, Sporza ons interview op, uh, op de luchthaven voor vertrek. En, uh, ik had nooit vergeten, maar ze, ze zeiden aan uh, de zilveren generatie vertrekt op het toernooi. en uh, toen uh, werd ik uh, redelijk op mijn uh, tenen getrapt en vloog er, en dat was totaal niet afgesproken, maar vloog eruit. Uh, maar wij gaan voor Goud. Toen Wandel ik voorbij een ander interview bij een andere speler dat ook ongepland exact hetzelfde zei voor een micro, en voorbij een derde speler die exact hetzelfde zei: we gaan voor goud. En toen kreeg ik zo het gevoel van: oké, okay, wow, dit team is echt op een ander niveau, we zijn, echt, we zijn er echt klaar voor. En alleen mensen hebben ons, we werden toen ook afgeschilderd als um, niet-Vlaams en niet-Belgisch. Zoiets te zeggen, omdat wij op voorhand, uh, dat toernooi duurde drie weken, we vertrokken daar nog eens vijf dagen op voorhand, dus je bent vier weken weg, maar vier weken voor de finale zeiden wij gewoon, we gaan om te winnen. En dat was niet afgesproken, daar was misschien ooit eens een meeting over gegaan, van oké, okay, wat, wat willen we bereiken? Ja, we willen een toernooi winnen. Maar die, die gezamenlijke omslag in dat iedereen in dezelfde mindset zat, en dat iedereen in dezelfde patroon, Kwam was, was ongezien. Dat was super vet. Dat was echt super cool om dan te vertrekken naar India. En dan nog steeds wel een moeizaam begin te hebben. Een moeizaam te nooit hebben. Maar dat vertrouwen dat je als groep hebt. Dat vertrouwen in elkaar. Dat vertrouwen om daar goud te gaan pakken. Dat was, dat was echt een super vet gevoel. Ik heb altijd de indruk dat als je als groep... Je zo, ja, er is één beeld over, over de ploeg. Je hebt nooit een beeld over een individu. Het is het, is het beeld van de Red Lines. Heb jij ooit als het heel goed ging met de redlines, individueel super slecht gevoeld, een bepaalde periode, of andersom, laten we zeggen tussen de jaren 2012 en 2015, waar het er minder is gewonnen, dat de groep eigenlijk heel slecht ging, en dat je zei van, ga ik voor mij echt super hier, en, en dat is eigenlijk moeilijk om je emoties los te laten op een groep die een totaal andere emotie heeft dan jezelf op dat moment? Uh, zeker, ja. Beide, beide zijn geweest. Zowel waar dat, waar dat was teamen, of geen goede toernooi spelen, en dat je dan als individu... Uh, Toevallig uh, ja, een, een supergoed toernooi hebt en, en je supergoed voelt, en, maar dat, dat het er niet uitkomt, uh, dat is zeker gebeurd. En andersom is het ook gebeurd waar dat je in een moeilijkere periode zit of je komt terug van een blessure, maar je bent toch geselecteerd, dus je moet toch presteren. En dat je dan eigenlijk um, mee op de golf van het team zit. En <laughs> beide situaties zijn echt oké. Okay. Um, je kunt onmogelijk als je. Ik speel nu sinds 2009. Voor de nationale ploeg, elk toernooi dat je speelt op de top van je kunnen zijn, dat is irrealistisch. Um, niemand heeft zo'n lange carrière. En we speelden één of twee toernooien per jaar. En die speelt elk toernooi goed. Dat is nog nooit gebeurd. En dat is een beetje die normalisering. Waar dat je ook je verwachtingspatroon aanpast. Als het echt goed is, dat is zalig. Het zijn de beste momenten van je carrière. Ik denk dat Tokio een beetje zo'n toernooi was. Uh, voor mij was alles echt. Het voelde zo natuurlijk, dus alles was makkelijk. Ik voelde me fysiek super goed. Je, je kwam van het veld en je kon eigenlijk nog eens gaan. En er zijn toernooien geweest waar ik dacht, hoe ga ik het, het einde van de week halen? En ja, both are fijn. Ja. ja, want bij jullie, ja, ik weet niet hoe jij het ziet, ben jij een team of zijn jullie twee individuen die samen sporten? Of uiteindelijk is dat ook voor mij een team? Um, ja. Heb je ook uh, zo soms gezet dat, dat, uh, dat Tim zo iets negatiever was en jij positief of andersom? Dat in is leven? natuurlijk nu veranderd. Hè, omdat uh, het was zes jaar met Tim en nu sinds Stokje is hij zwaar geweest. En nu heb ik eigenlijk twee verschillende partners gehad, de afgelopen drie jaar. Dus dat staken ze zich heel terug in een andere dynamiek. Um, maar met Tim was dat wel. Er is daar ook een periode geweest tijdens de corona. Uh, we hebben niet vaak moeilijke momenten gehad als team, maar dat was wel zoiets. Ik mocht meedoen aan de Container Cup en plots was hij zo te uitschoven, man. Ik nee, deed dat ja. daar heel goed en iedereen kende Tim Bries. En ja, ik zat in de boot en ik had zo'n beetje het gevoel van uh, ik, zit, ik zit erbij als bootvelinge, ja. um, En hij mocht toen, alleen werd toen gevraagd voor ik weet en sponsors en toen hebben we echt een gesprek gehad daarover van kijk, ik voel me daar echt niet lekker bij. En toen hebben we gezegd, oké, okay, dat interesseert hem allemaal niet, al die roem en al... En dat is ook dat Tim Tim maakt, dat interesseert hem allemaal niet. Uh, wij zetten het team op één. En vanaf nu is het... Wij twee zijn het team, samen met onze trainer. En we bespreken alles. En dat is dan gebeurd. En eigenlijk is alles van... Ja, je slecht voelende jaloezie, ja, dat viel weg. Want je kon hun erover praten met elkaar. En als ik dan een fiets kon krijgen ergens... Ik belde ik heb hem. ik Tim, is dat oké okay voor jou? Voel je je daar oké okay bij? Ja, geen probleem. En dan zo kom je op een punt, ja, ik was eigenlijk het punt dat ik het eigenlijk gewoon hunt. En dat is dan... Als ik dan verder moet gaan naar Tokio... Ik wou Tim die medaille geven. En ik heb me toen bewust losgeroeid, letterlijk. Allee, ze hebben me in een rolstoel uit de boot mogen halen. Um, omdat ik, ik wou dat Tim zo hard geeft die medaille... En dat was daarom deels ook ja, dat dat zo slecht voelde dan nadien, omdat je wilt, je hunt dat je ploeggenoot zo hard, en als dat niet lukt, ja, dan heb je het gevoel dat je hem in de steek gelaten hebt, en jezelf ook. En dat is hetgeen dat ik heel lang mee gesukkeld heb, uh, ja, nadien. Ja, Johan, wat is eigenlijk de invloed van mentaal welzijn op de prestaties? Is, is er een wetenschappelijk onderzoek naar die effectief zegt dat er een correlatie is tussen de twee? Dat is eigenlijk um, verrassend genoeg, heel, heel moeilijk om dat wetenschappelijk gezien echt op een robuuste manier te gaan, te gaan proberen achterhalen. Um, dus heel sterke data hebben we daar niet over. Wat dat we wel zien is dat zeker op korte termijn die relatie niet zo sterk hoeft te zijn. En er zijn ook genoeg voorbeelden van atleten die eigenlijk in staat zijn om op heel hoog niveau te presteren, ook wanneer er bepaalde mentale gezondheidsklachten aanwezig zijn. Denk maar aan de Michael Phelps. Um, Uiteraard, op langere termijn, als er redelijk ernstige mentale klachten aanwezig zijn, kan dat wel een invloed gaan hebben. Al is het maar omdat het een invloed heeft op, op de kwaliteit en de kwantiteit dat we kunnen trainen. Dus op lange termijn, als er niet echt iets aan gedaan wordt, dan, dan zal er waarschijnlijk wel, wel een invloed aanwezig zijn. Um, maar natuurlijk, commentaar weer op het feit van, hebben we er ook de gepaste begeleiding bij? Um, het is het geval dat. Die, die klachten kunnen, kunnen tot mindere prestaties leiden als er geen gepaste begeleiding is. Maar als we in staat zijn om die atleet te omringen, te omkaderen, te kunnen steunen, bepaalde competenties aan te geven. En zoals Loïc zei, soms is het dan ook gewoon oké. Okay. En, en er gaan waarschijnlijk wel kleine fluctuaties zijn, maar dat hoeft niet per se dramatisch te zijn op, op prestaties op lange, op lange termijn. Ja. En hoe belangrijk is ja, de openheid van de atleten? Hoe belangrijk is, is dat dan om effectief ja, erover te geraken? Ja, ik, ik denk dat dat zeer belangrijk is. En vandaar ook dat het een, een positieve ontwikkeling is, dat er nu meer en meer aandacht is. Uh, maar dat is natuurlijk maar, maar één zijde van de medaille. Natuurlijk, een atleet kan heel open zijn en dan kan het op een, een koude muur botsen. En, en, en dus het is, ook, het is ook belangrijk, hoe gaat de omgeving daar dan mee om? Weet de omgeving wat dat ze ermee moeten doen? Dus... Vanuit, vanuit ons onderzoek zijn we het nu heel hard ook te investeren in, in wat we dan noemen de mentale geletterdheid, zeg maar eigenlijk het bewustzijn rond mentaal welzijn, mentale gezondheid, hoe dat we moeten reageren van de entourage, van coaches, van begeleidingstaf, maar misschien zelfs van, van ouders, van partners. Um, want het is één ding voor de atleet om er open in te zijn, maar het, is dan ook, ja, het moet ergens landen en, en, en er moet op een gepaste manier op gereageerd worden. Nu, puur qua cijfers, in de topsport, is er een verschil tussen mannen en vrouwen in ja, het verschil in mentaal welzijn, maar ook in de openheid of in, in andere zaken. Is er een verschil daartussen? Um, wat ik eerst zeg, op totaal niveau, op populatieniveau, zien we dat er ongeveer tussen de 20 en de 30 procent van de atleten um, doorgaans aangeeft dat ze bepaalde mentale klachten hebben. En dat cijfer verschilt op zich niet zo heel sterk van, van de algemene populatie. Als we dan puur gaan kijken naar, naar genderverschillen. Um, en natuurlijk, we moeten hier voorzichtig zijn als we spreken over populatiegemiddels, maar zien we vaak dat uh, vrouwelijke atleten uh, iets meer klachten rapporteren dan mannelijke atleten. En dat is ook opnieuw iets dat we terugzien in de algemene populatie. Alleen is de vraag, waarom is dat? En we weten dat eigenlijk nog niet zo heel goed. Is. Zijn er bepaalde, misschien biologische of persoonlijkheidsfactoren die daarmee een rol in spelen? Het zou kunnen voor een klein deel. Het uh, zou ook kunnen dat er bepaalde... Ja, stressvolle situaties mee een, een, een rol in spelen, meer genderdiscriminatie dat misschien een, een rol kan spelen. Het kan ook zijn dat vrouwelijke uh, atleten en, en vrouwen in het algemeen misschien meer bereid zijn om daar open over te zijn en dus misschien ook meer bereid zijn om de vragenlijsten waar je uiteindelijk die cijfers op baseert eerlijk in te vullen. En een laatste punt is, misschien uit het zich ook gewoon op een andere manier, want er wordt vaak gezegd, ja klachten zijn meer voorkomend. Um, bij, bij vrouwelijke sporters, dat is ook zo, maar bepaalde soort klachten. En we spreken dan over de internaliserende klachten, dat zijn depressieklachten, angstklachten. Bij mannen zien we andere verschijnselen. Daar zien we veel meer wat we noemen externaliserend gedrag. Ja, um, alcoholmisbruik, middelenmisbruik, uh, gokverslavingen. Maar ook bijvoorbeeld zelfmoordcijfers zijn bijvoorbeeld hoger bij mannen dan bij vrouwen. Uh, dus het kan ook zijn dat, dat het zich gewoon op een andere manier uit. Ja, is, is er eigenlijk... We gaan het er straks nog over hebben, over, over de superhelden, de sporters. Maar is er eigenlijk genoeg plaats voor kwetsbaarheid in de topsport? En voor ja, verhalen om dat effectief te uiten? Mm. Oh, misschien moet ik dat voor een, een stuk ook aan, aan, aan de atleten vragen. En ik denk dat er zeker... Um, Zeker een belangrijke trend is ingezet. En, en het feit dat we een podcast zoals vandaag kunnen hebben, betekent ook dat er meer geluisterd wordt naar, naar die verhalen. Uh, dus ik denk dat dat zeker een positieve trend is. Dat dat inderdaad dat idee van de atleet moet altijd mentaal sterk zijn en, en, en die kan geen klachten hebben, dat dat eigenlijk een beetje achterhaald wordt. En, en dat is ook wat we dan zien in die cijfers. Het feit dat er eigenlijk geen verschil is met wat we zien in de algemene populatie duidt ook aan dat atleten uiteindelijk ook maar gewone mensen zijn en dezelfde uitdagingen hebben als die dat we allemaal ervaren. Um, en dat dat ook geen enkel reden is om te verwachten dat ze meer of, of minder mentale, mentale klachten hebben. Ja. En over het algemeen, um, ik zit nu te denken bijvoorbeeld aan, aan, aan social media. Dat is een aspect van, van atleet zijn dat erg naar voren wordt geduwd door uh, omgeving, door sponsors, door managers, door, omdat het, het, het is het is gewoon het is. Het is gewoon een, een financiële geldstroom. Mm. Dat, dat brengt u dat. Echter vind ik dat wel, dat dat een, een, een enorme façade is naar buiten. He, ook in, de, algemene, um, in, in de, de maatschappij over het algemeen, zijn die cijfers, of kunnen een link liggen tussen die cijfers van mentale welzijn en gezondheid, zowel in de sport als in de normale maatschappij. En dan, snap je waar ik naartoe wil? Ik vind dat social media daar zo een... een ...een negatief effect rond heeft. Want je, je ziet alleen de, de goede dingen, de juiste dingen. En je krijgt constant krijg je een prikkel van iemand is gelukkig... ...iemand is uh, sterk, iemand is mooi, iemand is... Maar je ziet niet het, het, de volledige context van het verhaal. En ik vind dat dat ja, in sport nog meer is. Want je, je wilt natuurlijk je overwinningen wilde vieren... ...en die worden dan erg naar buiten gebracht, heel erg uitvergroot. Maar op het moment dat er iets niet gaat... Wordt hij natuurlijk niet gepost of wordt hij niet gedeeld? En dus die verhalen die verdwijnen ergens um, ja, waar niemand het ziet. Ja, op, opnieuw super interessante. Uh, puur cijfermatig, zeer moeilijk om een uitspraak over te doen. Uh, zeker binnen, binnen sportpopulaties, omdat we hebben nog niet zoveel onderzoek hebben. En zeker nog niet uh, onderzoek over de tijd heen. Dus, dus het is ook moeilijk om, om dat dan te tracken en te gaan zien. Van, zijn er bepaalde invloeden van, van sociale media? Uh, in een algemene populatie wordt er wel gesteld, zeker bij jongeren, dat er wel een trend is van meer mentale klachten. Dat is daarom niet exponentieel meer, maar er is zeker wel een trend. En dat wordt soms gelinkt aan impact van social media. Dus we moeten daar zeker aandachtig voor zijn. Ik zou zeggen, er is zeker meer onderzoek daar nodig. Ik denk ook wel dat dat in twee richtingen kan werken. Enerzijds, denk ik inderdaad... Dat dat ongelooflijk veel, veel druk mee kan brengen. En dat je moet je presenteren als oh, succesvol en alles gaat goed, alles is mooi. Ik denk dat het ook de, de connectie tussen de atleet en, laten we zeggen, buitenstaanders soms heel kort kan maken. We hebben ook verhalen van atleten die ineens belaagd worden um, door mensen die geld verloren hebben tijdens het gokken omdat ze ergens een, een wedstrijd hebben verloren. En, en ik kan alleen maar ervan uitgaan dat dat ook een impact kan hebben. Tegelijkertijd, misschien kan social media ook wel net een positieve factor zijn. En inderdaad, je moet je positief presenteren, maar tegenwoordig begint het ook meer en meer oké okay te worden, mijn gevoel, om, om af en toe op so social media te zeggen, van, het gaat niet, niet goed en, en niet, alles is altijd oké. Okay. Dus misschien kan daar social media dan net ook wel een, een positieve rol in spelen. Ja, ik, dat is, ik, ja, ja, ik dat denk is ook, ook dat de brug kleiner maakt. Tussen, als ik naar mezelf keek vroeger, als kleine roeier, in het begin in het nationaal team, je kijkt op naar bepaalde supersterren. En ik ga nu heel oud klinken, maar toen ik klein was, er was nog geen Instagram en Facebook kwam nog maar net op. En in kleinere sporten zoals troeien, is die brug heel klein om als jongere iets te vragen van je geld. Ik had dat niet. Ik had hier in België Hannes Breno, maar dat was nu niet de meest open persoon ook. Terwijl nu kreeg ik soms wel berichten van jongere gasten, van, ah oh ja, met vragen. En ik denk dat dat net wel een van de sterktes kan zijn van sociale media, omdat het maakt de drempel weer lager. Jonge opkomende gasten kunnen een vraag stellen aan iemand met veel meer ervaring en dat kost hen geen geld. Allee. Um, en ik vind dat, dat wel iets positiefs. Um, ja, dat is natuurlijk allee, een super interessant hoofdstuk. Uh, dat is ook iets waar we echt, ja, straks in de volgende podcast over gaan praten. Dus uh, ja, misschien even hier even afronden over. <laughs> um, Johan, ja, er is eigenlijk heel veel informatie beschikbaar. Of heb ik de indruk ten opzichte van vroeger? Um, mensen praten er veel meer over. Maar uiteindelijk is er wel genoeg informatie om een goede entourage te kiezen om je te ondersteunen. Oh, um... Dat is altijd de vraag van ja, moet je die kiezen of, of moeten we die, die entourage sterker maken daarin? Um, ik denk, mijn aanvoel is, is vooral dat we dat we ze meer moeten gaan trainen. En, en dat we ook daar meer moeten op gaan, gaan inzetten. Van coaches, begrijpen die, wat dat mentale gezondheid is, begrijpen die. Wat daar, het verschil is tussen welzijn en misschien een aantal meer klinische stoornissen en, en, en uh, symptomen. En, kunnen ze die herkennen? Weet ze hoe dat ze daarop gepast moeten reageren? Ik denk dat het vooral daarop inzetten is, is in de ontwikkeling. Eerder dan dat we per se moeten, moeten gaan kiezen wie dat onze entourage moet zijn. Uh, want we zitten nu helemaal in een klein land, waar we ook niet altijd de keuze hebben uit enorm veel, veel mensen. Dus ik zou eerder inzetten op de ontwikkeling dan het gaan, het gaan kiezen van de juiste mensen. Ja, oké. Okay. Ja, ik zei het daarnet al, um, atleten, dat zijn superhelden. Ik denk vooral als we jong zijn, hebben we, zoals dat jullie vertelden, hebben jullie echt wel. Ja, Helden, idolen, um, door sociale media misschien een beetje minder ondertussen. ja. ja. Um, maar ja, ook die helden, en je zei het er net al, Michael Phelps, die hebben ook mentale problemen. En ja, dan vraag je je soms af, is dat mogelijk om als superheld van bepaalde mensen toch ook mentale problemen te hebben? Hoe kun je dat combineren in één persoon? B bedoel je van... Uh... Ja, dus het, het is... Voor ons, als ik kijk naar als ik jong was, je had, je had een superheld, je superidool, en ineens hoor je van, oei, hij heeft ook problemen. Dat kan toch niet? Dat, dat is toch niet mogelijk dat hij dat heeft? Ja, en ik denk dat dat vooral dan de foute percepties die, die leeft in, in, in onze maatschappij. En, en dat we daar dan juist opnieuw, het, het woord is al gevallen, het, het normaliseren en, en, en het kunnen gaan duiden van, kijk, dat zijn ook maar gewoon mensen. En, en Michael Phelps, beste Olympier aller tijden, allemaal waar, maar hij heeft tegelijkertijd ook heel lang... De kamp gaat mee met een depressie. En die twee zijn met elkaar te verenigen. Die hoeven elkaar niet uit te staan. Dus ik denk dat, dat het feit dat die verhalen naar boven komen, um, is alleen maar belangrijk. En het feit dat sommigen dat dan nog niet kunnen plaatsen, toont ook aan dat, dat dit soort gesprekken, dit soort discussies heel belangrijk zijn en, en blijven. Hebben zij de indruk, dat ze, ja, ze zijn zo bekend Iedereen, als vanaf dat ze zullen zeggen van ja kijk ik heb dit of dit of dit, ja, iedereen zal het weten, iedereen zal erover praten, is het moeilijker voor hen om effectief er iets over te vertellen? Hmm. Um, ik, ik denk in, in grote mate dat er waarschijnlijk wel um, een extra taboe en een extra stigma leeft. Um, en, en, natuurlijk kan niet in, in hun ogen kijken, ik kan niet voor, voor specifieke mensen spreken. Um, maar ik denk dat het, dat het uh, niet toevallig is dat er eigenlijk sinds dat er een paar mensen naar buiten zijn gekomen, dat je ineens veel meer verhalen krijgt. Ook van mensen van 10, 20 jaar geleden, die eigenlijk nu zeggen: van, 'Ha, ik ben blij dat er eigenlijk over gesproken wordt, want ik heb dat ook ervaren.' Iemand als, als een Thierry Henry, die uh, is nu 10, 15, 20 jaar um, niet meer actief voetballer. Maar die nu pas naar buiten komt en zegt van. Ik heb, ik heb dat ook gehad en ik herken mij in die verhalen. Dat zegt ook toch wel dat er een bepaalde drempel is om, om met, die, met die verhalen naar buiten te komen. Ja. Ja. Ja, je spreekt veel over normaliseren. Wat kunnen wij als atleet of jij als expert ervoor zorgen dat ja, de anderen ja, het normaler vinden om, om erover te praten? Hm. Wat kunnen wij doen om andere mensen te helpen? Ja. Ah, ik denk dat als, als je zelf met bepaalde dingen zit, ja, is het een kwestie van... Daarmee durven naar buiten te komen. Dan niet proberen ja, intern te houden, maar, maar de juiste mensen aanspreken. Hoeft dat daarom op social media, in, aan plein publiek? Dat denk ik niet. Maar, maar binnen je eigen omgeving, dat je wel bepaalde mensen kan, kan gaan aanspreken. En tegelijkertijd is het misschien ook aandachtig zijn voor de mensen rondom jullie. Teamgenoten en zo. Daar ook proberen te kijken. Van, goh, is er nu ineens plotse veranderingen in... in emotionele beleving, in het gedrag van mijn teamgenoten, in, in de manier dat ze denken. Denken ze ineens um, veel, meer, veel meer negatief ten opzichte van vroeger? Um, is, er, is er ander gedrag? Slapen ze ineens veel meer? Of, of, of merk je dat ze net niet meer kunnen slapen? Um, eten ze op een andere manier? Dat zijn allemaal signalen waar dat je ook aandachtig voor kan zijn. En ook waar dat jij andere mensen dan kan ondersteunen. Het is niet, niet enkel naar buiten komen met de eigen verhaal. Het is ook aandachtig zijn voor het welzijn van de mensen rondom ons. Ja, Niels, hoe zie jij dat bijvoorbeeld? Want als, als atleet ben je natuurlijk sowieso heel veel bezig met jezelf. Om ervoor te zorgen dat je zelf ja, mentaal er wel staat. Um, heb jij soms tijd of ja, de passie om anderen daarin te helpen? Uh, ja, ik heb dat geprobeerd. Um, uh, ik vind dat je als atleet ook wel een beetje de verantwoordelijkheid hebt naar de maatschappij toe. Het is dus zoals je zegt, heel veel mensen kijken naar ons op. En als je zelf... Je mag dat geen zwakte noemen, maar als je dat durft delen met de wereld. Ik heb dat gedaan. Ja, na Tokio heb ik het echt heel lastig gehad. En ik heb dat toen geprobeerd om dat te delen. Uh, dat is heel moeilijk om als kleine sporter daar zo'n medium voor te vinden. Um, maar ik heb daar toen wel een wat reactie op gehad van verschillende roeiers. van oh ja, maar, je hebt echt mijn zoon geholpen of whatever. Um, door dat te zeggen, door te durven zeggen dat je wakker ligt en. en ja, ik vind, Er wordt heel vaak gezegd, als je nu kijkt naar die vijfde plaats. Iedereen zei rondom je: je moet daar trots op zijn, bla bla bla. En ik heb dat toen proberen zo op te pikken. Ook. Oh ja, het is zoet geweest, het is zoet geweest. En er was niemand die zei: je mag teleurgesteld zijn. En daardoor was die weerboot tien keer zo groot. X aantal maanden later, allez, plots in april, kreeg ik nachtmerries over oh, die roeibaan in Tokio. En dat werd getriggerd door een social media post. Ik zag de Japanse trials en dat was op de roeibaan in Tokio. En die nacht kreeg ik daar een nachtmerrie en ik zei: Ja, wat is dat hier? Allee, ik werd wakker. Die, die geur van zo. Die, dat, dat was op brak water. Die heur van, van zout water en, en de zonnecrème die we gekregen hadden in ons kledijpakket. Dat waren zot triggers. Plotseling. En ja, dan heb ik gebeld naar de mental coach om te zeggen, wow, er is hier precies toch wel iets helemaal niet oké. Okay. Uh, want allee, op dat moment besef je dat je probeert dat allemaal te verdringen de hele tijd. Um, en dan, keer okay, dat je toegeeft en dan kan beginnen werken. Ja, dan pas heb ik terug vooruitgang gemaakt, niet alleen als sporter, maar ook als mens. Allee, uh, ik heb mezelf veel beter leren kennen zo. En nu herken ik de signalen als er iets niet goed is, of slecht gaat of je begint terug van dezelfde slippery slope af te dalen, dat je direct kan handelen. En dat probeer ik wel toe te passen ook in de omgeving rond me als ik zie dat er iets, of ik probeer daar toch een beetje voor rond te kijken als er met iemand iets niet goed gaat, dat ik je vraag van ja, hoe is het met je? En dan vaak komt er dan wel toch uit dat het niet zo goed gaat en dan probeer je toch, al eens maar gewoon een luisterend oor te zijn voor die mensen, uh, er te zijn. Ja. Ja. Leuk, ben jij er soms mee bezig met, uh, met anderen? Uh, ja, je speelt met mij in de ploeg, dus uh, je weet dat ik daar uh, redelijk goede voorsprieten voor heb. En dat ik redelijk uh, ja, actief wel bezig ben met wat er in ons team omgaat. En, en hoe jongens uh, door een bepaalde fase gaan. En, uh, ja, we zijn met 22 gasten altijd in ons team. En er is altijd wel iets aan de hand. En er is altijd wel iemand die uh, even door een moeilijk moment gaat. En dan proberen daar gewoon voor die. Gewoon al te luisteren naar die persoon kan al heel veel helpen. En je zult dat misschien niet meetbaar kunnen maken. Maar je merkt wel dat. En, en dat kunnen zelf ook altijd reflecteren. Als je het zelf moeilijk hebt en iemand komt dan je vragen: hoe is het met u? Dan kan dat een beginpunt zijn van je uh, beter te gaan voelen. En dat is door de jaren heen. Uh, ja, Denk ik wel in ons team ook beter geworden. Um, en, en iets dat, dat altijd uh, ja, voorop zal moeten staan. Mm -hmm. En naast het team, ja, heb je zo'n soort gesprekken met je ouders, met je vrienden, met je vriendin, met je verloofde, excuseer. Met, uh, uh, ja, ik weet niet, altijd, met je broer. Uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik. Uh, ik heb daarover nagedacht toen ik naar hier reed. En eigenlijk doordat wij zo comfortabel zijn in die omgeving, of dat ik zo comfortabel ben in de omgeving van dat team heb ik die gesprekken gek genoeg veel meer met teamgenoten dan met uh, mijn dichte omgeving. Omdat um, waarschijnlijk is dat team ook de plek waar dat ik het allermeeste mezelf kan zijn. Helemaal 100% mezelf kan zijn. Terwijl dat in alle andere omgevingen, Niels zegt het ook, um, mensen bekijken je als ah, die topsportatleet of die, die een olympisch kampioen, of je wordt toch al heel snel. En terwijl in ons team, waar basically alle spelers ook die die titels hebben gewonnen, of toch een groot deel daarvan, zet je gewoon Luis Kluipaard. in, zet je Luis Kluipaard die centraal achterin speelt, die um, op het veld heel communicatief is en die daar rond uh, met heel veel passie en sport toe. Maar overal daarbuiten ben ik dat niet. En dat is dan als je. Um, of ben ik dat niet, ik ben dat wel, maar mensen bekijken mij niet zo. Hoe dat mijn teamgenoten mij bekijken is totaal anders dan. Hoe dat men directe omgeving mij bekijkt. Uiteraard een verloofde is heel dichtbij, je ouders is heel dichtbij, maar als je kijkt naar je vrienden of naar een uitgebreidere groep, dan is dat, die bekijken je toch op een andere manier. Ja, oké, ja, okay, ja denk wel, voor de mooie openheid hier, um, ik zou misschien willen vragen om, ja, om te eindigen met iets dat je nog ja, is bijgebleven of, of wil je nog iets toevoegen of, of iets, uh, iets wil zeggen aan iemand. <laughs> het, is je, het is je kans. <laughs> Um, nee, ik vond het ook inderdaad een, een, een heel mooi gesprek en, en, en mooi om, om de, de concrete verhalen te zien en, en dat toch ook heel erg aansluit bij, bij wat wij dan zien vanuit de zeggen. Um, nee, als er één slotboodschap zou moeten zijn, dan denk ik ja, opnieuw, um, laat ons er vooral open voor staan, voor, voor die gesprekken te hebben, laat ons het stukje normaliseren uh, en laat ons dan op basis daar ook uh, aandachtig zijn voor atleten. Als het soms niet goed gaat, op zich is het geen groot probleem maar laten we dan de juiste omkadering bieden en, en de juiste competenties aanleren, zodat die atleet er ook zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk mee kan omgaan. Uh -huh. Uh -huh. Ja, Niels, wat is voor jou bijgebleven vandaag, of is er nog een boodschap dat je wilt overbrengen? Nee, ik denk vooral de grootste boodschap zou zijn durf praten. Ja. Ja, denk ik toch wel. Dat is iets dat nog te weinig gedaan wordt misschien. Leuk? Uh -huh. Ja, ja ik, denk, ik denk, we zeggen al drie een beetje hetzelfde. Ik denk het, het feit dat je weet dat er andere mensen ook door zo'n proces gaan of door zo'n proces zijn gegaan en dat dat eigenlijk part of life is, kunnen dan kunnen we daar gewoon mee aan de slag en dan is hopelijk die drempel uh, niet te hoog en, en kunnen dat delen met mensen en kunnen daar uh, ja, op een positieve manier mee omgaan en uh, tijd kan ook veel uh, veel helpen. Dank u wel, allemaal, en dank u wel aan de luisteraars om ja, te blijven luisteren tot nu. In onze volgende podcast zullen we dieper ingaan op de uitdagingen waarmee atleten te maken hebben in een Olympisch jaar. en hoe dat stress en druk het proces zowel op een positieve als op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Zeer interessant dus. Onze gasten zullen zijn Fernando Oliva, coach van Novits en van Kim Meilemans, Pauline Koekuit, sprinster en houtenloopster. En dan ook de ster van een 3x3 basketbalploeg, Team Vervoort. Tot de volgende. Team Belgium.